Over het maatschappelijk initiatief. Buurtfilmfestival is ook een maatschappelijk initiatief. Alle films die vertoond worden al 8 jaar zijn allemaal maatschappelijk initiatief. Alleen wilden wij ook even kijken naar een film dat ook mensen laat zien dat... Zij een initiatief nemen voor hunzelf en voor de samenleving. We zochten ook naar een film dat overstijgt puur het initiatief van burgers die hun eigen leven in eigen handen nemen, die het hef in eigen handen nemen. En dan zoek je ook wat zijn maatschappelijk vraagstukken, behoeften die ingrijpend zijn. Waarbij mensen zijn die niet alleen toeschouwer zijn van hun leven of wat anderen doen. Maar die proberen te doen. Die worden toedoeners. En als je dit verbindt met een creatieve vorm, dan kom je snel terecht in de hoek van community art. Kunst is ook een enorm potentieel tool, kracht om te zorgen dat mensen hun leven veranderen, emanciperen. Daarom, voor deze film die laat zien vanuit community art dat je echt in Amsterdam een verschil kan maken voor jezelf en de anderen. Daarom voor deze film het award maatschappelijk initiatief. En dat is de film Uit de schaduw. Van Inna van den Hoge en Dina Ramos. Waar mensen onder leiding van een theatermaker hun eigen leven op het podium zetten. Hoe kwam dat tot stand? Wat is er gebeurd? We zijn begonnen met workshops. Ik heb dus workshops aangeboden aan mensen die een beetje achterop geraakt waren. Door wat voor de omstandigheden ook. En het was zo leuk om met ze te werken. En ik zag zoveel gebeuren. Dat we stap voor stap zijn we verder gegaan met het maken van een voorstelling. En het maken van een film. Dankjewel.